Hi is Tom. Hi is Quinn. En dit is Gadget Dudes Daily. Tom, ik heb wat gevonden voor de creatieveling. Oeh, vertel. De Mighty Marquee. Tuurlijk. Ja, leuke naam toch? Ja. Een marquee is in het Amerikaans betekent dat een soort van uithangbord. Ah, okay. Snap je? Ja. En in Amerika heb je vaak van die uithangborden aan de gevel hangen waar je aan twee kanten kan zien. Nou, dit is aan één kant is dat. Mm-hmm. En het is 23 bij 7 centimeter dik. Dus ongeveer zo groot. Ja, ik weet wel wat 7 centimeter dik is hoor. Ja? Ja. En het is dus eigenlijk een klein lichtbakje wat aangedreven wordt door USB. En wat het grappige dus is dat je koopt dat apparaatje, dat kost 49 euro. En dan heb je dus een heel klein lichtbakje of een klein reclamezeiltje. En dan kan je dus bij dit bedrijf, dat heet Dumpsty, kan je dus ook die voorkantjes kopen. Ja, voor erin. En dan kan in verschillende thema's, moet je bijvoorbeeld denken dat daar dan staat on air. Nou, dat is een beetje saai, dat is rood met wit, dat schiet niet zo op. Maar je kan bijvoorbeeld ook voor arcade thema. En dan heb je eigenlijk die balk die waar al die vroeger die arcadekast was. Wat erboven zat, heb je dan klein. Tof. Echt heel tof. Ja. Dat ziet er echt heel tof uit. En dan heb je ook nog fastfood. Dus dan zeg maar wat je bij de McDonald's en de KFC boven de balie hebt, dat kan je dus ook erin doen. Meer wat voor mij dus. En die kosten 9 euro per stuk. Maar het allerleukste is dat je ze ook zelf kan maken. Ja. Want het is gewoon een kliksysteem. Het is een glazen plaatje met een houdertje ervoor. Houdertje eraf, je print zelf iets van die van 27 bij 3. Dat doe je erin, houdertje dicht, heb je eigen kleine lichtbakje. Tof. Superleuk ding. Ik denk dat als je een beetje van knutselhouten leuke dingetjes, je zou er zelf nog een fotootje in kunnen doen of alles en nog wat. Super gaaf. $49, weet je alles. Leuk man. Ja. Dit was het weer van deze Gadget Dudes Daily, maar we laten hier natuurlijk niet zonder gedachten zeggen. Hij is Tom. Hij is Quinn. En wij zijn de Gadget Dudes. Tot morgen. Als je iets met gadgets doet, kijk dan naar de Gadget Dudes. Gadgets. De Gadget Dudes. Het laatste Gadget Dudes zie je bij de Gadget Dudes.